Voor de laatste Grand Prix 500cc in Luxemburg stond André Malherbe een tiental punten voor op Graham Noyce. Alle toppers uit de 500cc kwamen aan de start. 3 Carlqvist, 4 Vromans, 1 Malherbe. En de beslissing zou al in de eerste manche vallen met een fanatiek rijdende Malherbe en een zeer snel Yamaha-duo Carlqvist-Vromans. En een razendsnelle Jean-Jacques Bruno rijdend met start nummer 7. Na de start van de eerste manche nam de Zweed Carlqvist de leiding met kanshebber op de wereldtitel Noyce op een tweede plaats. De wereldkampioen van 1980 was minder goed uit de startblokken gekomen en moest aan een inhaalrace beginnen, wilde hij Noyce van de titel afhouden. Noyce werd door een andere Engelsman, Thorpe, in de rug gedekt, maar na 3 ronden was de sterk rijdende Malherbe al opgeklommen naar de 6e plaats. In de volgende ronde kwam de prachtige 4e plaats van Veldhoven in gevaar toen Malherbe in weergaloze stijl naar voren kwam. Voor de brug was Malherbe al aan het achterwiel van de prima rijdende van Veldhoven gekomen. Ook Vromans en Bruno schoven een paar plaatsen op, maar voorlopig wist Noyce nog de tweede plaats vast te houden, tot Malherbe in de 6e ronde de 4e plaats van Veldhoven overnam. Gerard Rond had met pech te kampen en na een lekke band en een val bleef hij zonder punten. Gerrit Wolsingh, in Ettelbruck met start nummer 39 rijdend, werd in de eerste manche 9e. De geweldig rijdende Carlqvist kon Malherbe niet meer achterhalen, maar het getuigt toch van grote klasse dat Malherbe toch nog de zo lang met voorsprong op de tweede plaats rijdende Noyce passeerde. De eerste manche werd gewonnen door Carlqvist, tweede was Malherbe en derde Noyce.
Hoewel Malherb in de eerste manche met zijn tweede plaats zijn kansen op prolongatie van de titel al had vergroot, kon de tweede manche natuurlijk nog voor een verrassing zorgen. Na de start pakte Vromans de kop, Neuss was weer tweede en Malherb pas achtste. Zelfs zakte Malherb later nog verder terug, maar hoewel hij in die tweede manche niet zo goed reed als in de eerste, stelde Malherb door op safe te rijden toch zijn wereldkampioenschap veilig. De snelle Carl Quist kwam nu op de tweede plaats en ging een duel aan met Vromans. Achter Neuss kwam Suzuki-fabrieksrenner Bruno sterk opzetten. Zo snel ging Bruno dat hij even later de vierde plaats pakte achter koplopers Vroman, Carl Quist en Neuss. De laatste ronde van de tweede manche stonden in het teken van het prestigeduel tussen Vromans en Carl Quist, beide op Yamaha. Vromans zal volgend jaar voor Suzuki rijden, zodat Carl Quist dan de toprijder van Yamaha zal zijn met erg goede kansen op een wereldtitel. Jean-Jacques Bruno ging erg goed met de Suzuki en wist zich in Ettelbruck gesteund door veel supporters. Malherb wist zich op een achtste plaats te handhaven met moeite, terwijl de Engelsman Thorpe weer verraste door een prachtige zesde plaats, wat hem volgend seizoen wel fabrieksteun van Kawasaki zal opleveren. Voor het volgende seizoen zullen Malherb en Neuss weer voor Honda rijden, Vromans en Bruno voor Suzuki. En Yamaha zal vertegenwoordigd zijn door Hudson en Carl Quist, waarbij Carl Quist de nummer 1 blijft en nieuwkomer bij de fabrieksploeg Hudson een versterking betekent voor het Yamaha-team. Want Hudson werd in 1981 wereldkampioen in de 250cc klasse.
Ivan van den Broek pakte ook nog een wereldkampioenschapspunt, terwijl Van Veldhoven direct achter Neuss vijfde werd. Opnieuw werd André Malherbe wereldkampioen in de 500cc-klasse. Neuss werd tweede bij de Honda, Carl Quist werd derde en Vromans vierde in de eindstand.